zonnig. Het is fris. Mooie dag. En voor de oplettende kijkers heb ik een vraag. Want in het beeld achter mij, wat mis je? Ja, inderdaad. Daar stond altijd een blauwe haspel met een kabel die door de tuin helemaal naar het huis liep. En die haspel heb ik nu niet meer nodig. Sterker nog, de deur is dicht en toch zat er binnen een kacheltje te ronken. Nou, gezellig. En het kacheltje is aangesloten op de groepenkast. Lekker toch? Ik ga het aan deze kant even opruimen, want ik struikel hier overal elektraspullen. En dan denk ik dat ik maar eens ga beginnen aan de kast hier. De wegneembare kast. En ik heb een idee. Ik denk dat ik weet hoe ik het ga maken. Eerst even opruimen en dan ga ik daarna lekker door met bouwen. Met hout. Nou moet ik zeggen dat het bouwen met de elektrische componenten is ook geen nawerk. Tegenwoordig is het meer een soort Lego. Maar bouwen met hout, dat is toch wel het leukste. Hout gehaald, wat dunner hout, wat kleine balletje, wat verschillende formaatjes om het framewerkje te maken van de kast. Dus er is materiaal, kunnen we weer verder.
koud. Maar achter de bomen, daar, hier zo, hier, daar komt de zon. Kijk daar verderop, daar schijnt hij al. Dus het is een kwestie van geduld. Voordat hij hier ook tevoorschijn komt. Maar vooralsnog is het fris. Dus ik wil voorstellen om naar binnen te gaan. Want binnen staat het kacheltje weer te branden. Bah. Fris, hè? Ja. Inderdaad. Zie je? Het voordeel van de groepenkast is dat het kacheltje nu op vol vermogen kan draaien. 3 kilowatt. Dat wilde ik eerst met de haspel en de draad door de tuin niet doen. Want die kabel is ook redelijk dun. Ja, nu kan het gewoon. Dus het is hier al redelijk behagelijk. Je ziet alleen nog niet zoveel. Aan de buitenkant is het koud. Maar onder het mom van voor alles is een eerste keer. Gisteren ben ik nog even doorgegaan en heb ik de plankjes erin gezet. Maar vooral aan de zijkant de eerste schrootjes. En we hebben verschillende maten schroten. Dit is de kleinste maat, dus dat is handig voor dit soort toepassingen. Gewoon langs de zijkant van het kastje. 9 mm dik of dun, dat is net hoe je het uitlegt. Dus onder het mond van voor alles is een eerste keer. Het eerste pak schroten is naar binnen gebracht en de eerste schroten zijn verwerkt. En dat is wel echt de volgende stap. Want nog even. En ik heb hier ook de achterkantjes in zitten. Dan is eigenlijk dit deel van het interieur klaar. En nogmaals onder het mom van voor alles is een eerste keer. De verfkwast. Er gaat iets geverfd worden in het tiny house. Normaal is dat natuurlijk het werk van Marloes. Want die heeft tot nog toe al het verfwerk gedaan. Maar het gaat ook alleen maar over een likje verf. In de ruimte van de wc-frame van het hangtoilet. Voor het behoud van het hout. Dus het is even gewoon met de kwast en dan is het klaar. En ik kan deze dicht. Zo. Zit in de verf. Kan het even drogen. Kan ik hem daarna dichtmaken. Het nadeel is wel dat als je zo je kwast overal tegenaan gooit en overal indoopt, voordat je het weet, heb je een druiper. Hello, Mona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghosts. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Show me where the ending goes. Honest, honestly, I should be the last to know. All in this, I stand alone. Show me where the ending goes. Honest, honestly, don't. I should be the last to know. Hello, Mona. I mistook you for a dream. The engine glows, and I guess you always seem to know. Hello, Mona. I push back the serious feeling. The
Ik had magneetjes nodig. Ik heb magneetjes nodig. Deze. En die had ik nog. Tijd voor een anekdote. Toen wij nog in Nederland woonden, woonden wij in Helmond. En dat was een huis met een hele aparte indeling. Een heel smal huis, maar extra hoog, met een extra verdieping erop. En de ene bovenste etage had 2 kamers. En dan spreek ik over 2010. Begin 2010. Toen hadden die kamers nog geen bestemming. Maar toen kwam Benjamin. Maar één van die 2 kamers had ik zeg maar als een soort studio-werkruimte-achtig iets ingericht. Er stond een bureau met een computer en ik had daar wat instrumenten staan. Veel toetsinstrumenten. Maar wat ik eigenlijk altijd al wilde, was dat ik thuis kon drummen. Maar om naar thuis te kunnen drummen en toch goede vrienden blijven met je buren, of de rest van het gezin, ja, daar moet je dan wat voorzorgsmaatregelen voor nemen. En zo begon het project Studio. En in plaats van dat ik nou de babykamer ging inrichten, werd de babykamer opslagruimte, werkruimte, werkplaats, om voor die andere kamer een geluidsdichte kamer in een kamer te gaan maken. En toen heb ik dus in wat uiteindelijk Benjamin zijn kamer werd, eerst nog even een studio booth, een drum booth, of ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar gebouwd. Ik denk buitenafmeting op de vloer 2x3 of zo. En ik had dat hele ding had ik in modules opgebouwd, van buiten naar binnen, zowel voor vloer, plafond en dus alle muren, van buiten naar binnen. MDF, steenwol, een zwevende gipsplaat, steenwol, MDF. En dat had ik allemaal als modules had ik dat gebouwd. En die modules maakte ik dan in de ene kamer. En als een module klaar was, bracht ik die vervolgens naar de andere kamer. En daarmee kon ik dat hele ding in elkaar zetten. En dat was mijn project van Heb ik jou daar. Het geheel stond op rubberen matten. En vervolgens kon ik dus in die ruimte drummen wat ik wilde. En hadden de buren er geen last van. En de rest van het gezin ook niet. En toen dat ding klaar was, had ik mijn studio. Kon ik vervolgens de babykamer gaan doen. Dus dat is helemaal goed gekomen met die babykamer. Uiteindelijk is het drumstel aan de kant gegaan. En werd die drumbooth, dat werd uiteindelijk een opnameruimte. Om zang op te kunnen nemen. Zonder dat je de pizzakurier die beneden door de straat heen scheuren kon horen op de opname. Of gewoon percussie. Nou, van alles heb ik daar opgenomen. En naast dat Marloes er natuurlijk heel veel heeft ingezongen toen de tijd. En 3 keer raden wie daar misschien nog wel het vaakst in heeft gestaan en zang heeft opgenomen. Pascalle. Je weet wel, die hier ook heel vaak geholpen heeft. Die in vele video's al zichtbaar is geweest. Diezelfde Pascalle, die ken ik van de muziek. En zij heeft dus in die studio ook heel veel opgenomen. Nou, super cool. Hartstikke leuke anekdote. Waarom vertel ik dat? In die ruimte zat natuurlijk een deur. En de zuurstofvoorziening en verlichting, oké. Ook een deur, want ja, je moet er wel in kunnen. Niet 1 deur, maar 2 deuren. Een dubbele deur met een luchtspleet ertussen. En die dubbele deur die moest natuurlijk dicht blijven zitten. En wat heb ik daar toen voor gekocht? Magneetjes. Iets te veel magneetjes, want ik heb nog over. Magneetjes van de enige echte Gamma. Dat zeg ik. Gamma. Die magneetjes die ik hier dus nu uit de bak heb gegraaid, die ik hier nu nodig heb, die heb ik dus in 2010 gekocht. Het is nu 2022. Dus die hebben 12 jaar liggen wachten om uiteindelijk hier in dit tiny house terecht te komen. Nou, mogen ze trots op zijn. Tot zover de anekdote. Kunnen we weer aan de slag. Nou, ik kan me voorstellen dat er 2 vragen zijn opgekomen na deze anekdote. 1. Ga je hier in Frankrijk ook zo'n studio bouwen? Nou, niet zo uitgebreid, maar ik kijk er wel naar uit dat ik mijn instrumenten weer hier naartoe kan halen en daadwerkelijk hier ook weer muziek kan gaan maken. Maar daarvoor heb ik eerst nog even wat verbouwingen te doen. En die verbouwingen, inclusief de filmpjes, zijn ook heel tof om te doen. Vraag 2. Waar zijn die magneetjes voor? Nou kijk, zoals je kunt zien
Is mijn kastje bijna klaar. De achterwandjes zitten erin. Maar hierachter zit dus de groepenkast. En ik heb het zo willen maken dat ik natuurlijk wel relatief eenvoudig bij mijn groepenkast kan komen. Hoe werkt dat? Kijk, op deze manier kan ik dus bij mijn groepenkast zowel dit gedeelte als dit gedeelte. Maar nu gaat hij wel heel makkelijk open. Dus ik wil er even aan de achterkant een magneetje op zetten. Dat je niet als je er even tegenaan stoot, die plop, dat hij omvalt of zo. Dus nou ja, vandaar. Een heel lang verhaal om twee magneetjes. Dit zijn by far de kleinste schroefjes die tot dusver zijn gebruikt bij de bouw van dit tiny house. Om het magneetje vast te zetten. Maar kleine schroefjes betekent dat je bijna bij het einde bent. Dat we bijna klaar zijn. Nou ja. Je begrijpt wat ik bedoel. We komen op het niveau van de afwerking. Dat is wat ik wou zeggen. Nou, eens kijken of het werkt. Nog even herhalen. En dan klik de boel lekker vast. Zo, en als toetje op de dag. Hier ook nog even een mooi plankje. Kunnen daar nog wat spulletjes kwijt. Ik moet zeggen, ik ben niet ontevreden met hoe het kastje is uitgepakt. Ik denk dat het een net kastje is. En van tevoren heb ik van alles lopen uitdenken over hoe zou ik dit gaan maken. Op zo'n manier dat ik ook makkelijk bij mijn meterkast kan. Maar andere ideeën die voorbij waren gekomen om dit geheel uit te trekken. Of hier met een scharnier aan de rechterkant, dat je hem zo als een kastdeur open kan maken. Ja, nou ja, allemaal veel te ingewikkeld. Dus dit is het uiteindelijk geworden. Hier. Achterkantjes eruit. Zit er met twee magneetjes aan één kant vast, zodat ik hem zo uit kan duwen. En daarnaast kunnen de plankjes eruit. Zo. Kijk. Deze, die onderste plank die blijft gewoon zitten. De bovenste ook. Dit kan er ook niet uit, hoeft ook niet. Hier, dit onderste deel. Daar komt ook een luik voor. Die je er makkelijk zo uit kan wippen. Alleen die maak ik van de grote schoten die ook tegen de muur aankomen. En die kan ik pas later doen, want ik wil wel dat de lijnen van de schoten aan de andere kant gelijk doorlopen met de muur. Dus dit luik maak ik als ik ook de wanden ga bekleden met schroten. Dus op deze manier hebben we een mooie kast gekregen. Op naar de volgende klus.
Nou, de hele douchebak zit erin. Ik heb nu de hele rand heb ik ook helemaal waterdicht gemaakt. Ik ga ervan uit dat die waterdicht is. Je wilt niet weten hoeveel tubes van die kit ik ervoor gebruikt heb. Dus ik mag hopen dat het dicht is. En ook nog eens keer alle hoeken met die vliesband gedaan. Nou, ik denk dat het wel dicht zit. En ik heb dus die vliesband ook zo netjes zo een beetje zo in de hoek laten gaan en uit laten steken. Zodat eventueel vocht onderlangs weg kan lopen of zo, maar in ieder geval niet langs de zijkant. En om ervoor te zorgen dat ik langs de randen niet al te veel kit nog kwijt was, heb ik dat eerst nog opgevuld met een klein reepje van dat wedi-board. Ja. Nou, dit maar even laten uitharden. En als dit is uitgehard, dan is dit gedeelte tegel klaar. Nou, tegel is nog niet klaar, maar hij is tegel klaar. Mijlpaaltje, hè? Op naar de volgende mijlpaal. Nou, en terwijl hier binnen het kacheltje staat te ronken, is het buiten ijzig koud. Ja, dus, nou, dit deel moet even uitharden, niet aanraken, niks meer doen. Dat is klaar voor nu. Nu kan ik naar deze kant van de badkamer, want, kijk, dit wordt straks ook bekleed met hout, met schroten. Goed in de verf, maar we wilden hier dezelfde houtlook als daar. En dat kan voor rest ook wel, aangezien we een wasbak hebben met een achterwand. Dit voor rest redelijk vrij blijft van water. Het water zit natuurlijk daar. Er komen twee douchedeuren. Nou, dan kan het hier wel gewoon met hout bekleed worden. Er zit goede afzuiging in. Behalve de achterwand van de wc. Die wordt dan betegeld. Maar de rest hout met schroten. Maar dan heb ik er rekening mee gehouden. Dat ook met de diepte van de kranen en zo, dat hier nog een laagje OSB tegenaan gaat. Waarom? Omdat hier komen de douchedeuren, daarboven komen de tegels. Aan de binnenkant komen tegels, hier komen schroten. En het mooiste natuurlijk als dat een beetje gelijk loopt. Dus hier komt een plaat OSB tegenaan, een dunne, 12 mm. Zodat het gelijk loopt met de wedi-board. Dat als er straks hier de tegels tegenaan zitten, kunnen hier de schroten tegenaan. En heb ik qua overgang van de een naar de ander, ziet het er mooier uit. En ik heb nog behoorlijk wat OSB liggen. Dat zijn de platen die ik heb gebruikt om het huis aan de buitenkant te bekleden. Dat zijn die grote platen, 280 bij 140 geloof ik. Maar in ieder geval 12 mm dik. Dus die gaan we even op maat zagen om hier tegenaan te gaan. Ik kan hier ook goed even de isolatie erin geduwd worden. Dan hoef ik dat straks niet met de dunne schroten te doen. Dus hier kan er een OSB tegenaan. Als hier de OSB tegenaan zit, kan er op de grond nog een wedi-board. Ik heb daar nog een stuk van over. Die kan hier opgelegd worden. Dan is daarmee de grond ook gelijk waterdicht. Mocht je nou hier uit de douche stappen en het zeikt er allemaal uit, dan loopt het niet gelijk mijn OSB in. Dan ligt daar dus nog gewoon een hele laag wedi-board tussen. Ook wel een lekker idee. En vervolgens heb ik hier iets speciaals te doen. Want hierachter loopt de afvoer van deze en een tweede buis voor de ontluchting van de put. En die dacht ik zo uitgekiend te hebben dat die precies in de muur valt. Ja, maar die steekt er dus net even een centimeter uit. En dat is een andere reden waarom ik de OSB moet plaatsen. Want door hier die OSB tegenaan te zetten, kan ik hier een sleuf open houden. Dan kan de afvoerbuis een beetje uitsteken en dan kunnen daarna de schroten in één keer overheen. Waardoor ik die buis dus niet in het zicht heb. Of dat ik een of ander kolommetje moet maken om het weg te werken. Nee, het is gewoon een mooi strak wandje geworden.
Dus daar moet ik nog even rekening mee houden. Maar nu gaan we eerst naar de zagerij. Het was natuurlijk een geweldig idee, zo'n grote plaat, om de achterwand in één keer zo te kunnen bekleden. Dan krijg je natuurlijk nooit de badkamer in. Gaat natuurlijk nooit door de deur. Dus, ja. Even niet besteld staan. Poging 2. Zo, achterwandje zit erin. Wordt het nu tijd om de vloer te gaan bewerken. Of nou ja, bewerken, bekleden. Er zit een klein opstand randje, dus ik haal er even een schuurmachine overheen. Ik kan de plaat erop. Vastkitten. Schroeven. Nickel, zeggen ze dan hier. Zo, het vloertje zit erin, de wand zit erin, dus ik ben nu op het punt dat de badkamer klaar is om afgewerkt te gaan worden. Ja, dat is toch wel even dat je zegt een mijlpaaltje. Met andere woorden, het hoofdstuk tegelen staat op het menu. Maar dat is voor volgende week. Ik ga hier nou eerst eens even de boel opruimen. Even klaarmaken voor de shift in gereedschap, materialen. En dan kan ik volgende week gewoon weer opnieuw aan de slag. Dan ben ik eens benieuwd, volgende week, aan het einde van de aflevering, hoe deze badkamer er dan uitziet. Wil je die aflevering niet missen? Abonneer je hieronder dan even op het kanaal. Even een duimpje omhoog. Wil je een berichtje ontvangen zodra de aflevering van volgende week weer online staat? Zet dan even dat rode belletje aan. En dan zeg ik voor nu, tot de volgende keer! Nu eerst even opruimen.